Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een groot bewolkingsgebied boven Nederland. En dat is een koufront. Dat trok vanochtend van west naar oost over het land, Levert op veel plaatsen regen op. Ook vanavond kan er plaatselijk nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog en het klaart op. De temperaturen vanavond rond 5 à 6 graden. In de nachtelijke uren koelt het amper verder af, want de bewolking neemt vanuit het zuidwesten weer toe. En aan het einde van de nacht valt de eerste regen in Zeeland. Dat heeft te maken met een nieuwe depressie, die trekt morgen over België, maar zorgt in Nederland voor zeer wisselvallig weer. Het is bewolkt en het gaat geruime tijd regenen. Alleen in het noorden en noordwesten blijft het grotendeels droog, daar valt slechts een enkele bui. In de avonduren kan er in Zuid-Limburg misschien wat natte sneeuw vallen. Temperaturen morgen rond de 6 à 7 graden. Zaterdag is er overal een winterse bui mogelijk en ook zondag kan er natte sneeuw vallen. Maandag valt er overal voornamelijk regen. Temperaturen lopen dan op van 5 graden gemiddeld op zaterdag naar 8 op maandag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.